Het overgrote deel van de verkopers van de centrale markt heeft geen vertrouwen in de zondagmarkt. Dit was afgelopen zondag weer te merken aan de weinige aanwezige marktventers. Van alle marktventers die door de week verkopen, was er afgelopen zondag nog geen 10% aanwezig. Marktmeester Aniel Danai zegt dat de helft van de verkopers de zondagmarkt wel een goed idee vindt, maar dat zij nog twijfelen. Ik ga het altijd hebben van dat mensen ook gaan zeggen van nee, op de zondag heb ik andere dingen te doen. Ik heb mijn huishouding, ik heb tijd voor mijn gezin, dus ik ga op de zondag niet komen. Maar er zijn ook 50%, dat is 50-50, hè? 50% zeggen van ja, ik ga thuis blijven, ik ga niet op de zondag komen. Die anderen zeggen van ja, maar als het gaat, even wakker, dan moet ik komen. Dus je ziet dat die mensen willen, maar als je die zegt van ja, maar als het gaat, dan ga ik komen. Dus die mensen willen eerst de situatie zien van hoe het op de zondag is. Die anderen zeggen van nee, ik ga zeker komen. Dus dat is die groep die zegt van dat ze zeker gaat komen. Dus voor die is, heb ik al een zekerheid van deze groep gaat komen. Dus je ziet dat ook dat de mensen komen, bepaalde komen om te kijken van, laat maar kijken hoe die situatie is. Bepaalde komen zeggen niet, maar go serie. En al die mensen die zijn gekomen om te verkopen, die hebben verkocht. De venters hebben iets minder verkocht, maar enkele waren wel uitverkocht. Het geeft de marktmeester een goed gevoel dat klanten wel interesse hebben getoond in de zondagmarkt. Ook waren er afgelopen zondag meer marktventers dan de week daarvoor. Hij geeft echter aan dat indien de verkopers geen belangstelling hebben voor de zondagmarkt, er met personen van buiten de markt gewerkt zal worden. We gaan organisaties van daarbij te zoeken. Er zijn andere organisaties benaderd, maar dat gaat de districtscommissaris beter uitleggen, want hij is nu bezig. Hij heeft het project ook meegenomen, we moeten het samen doen. En hij zoekt ook naar alternatieven van wie gaan we hier brengen om toch de zondagse markt van de centrale markt, de feestmarkt, tot een succes te maken. Dat de mensen in de omgeving vooral, die nu, je weet de situatie van het land, met alle benzineverhoging, dat die mensen niet van Noord of van het binnenstad helemaal moeten rijden naar Quata of naar Parfanica op de zondag om een groente of een producten te kopen of een lekker eten te eten. Dus we gaan deze 4 weken is een pilot. We proberen zoveel mogelijk met de mensen van de centrale markt, de handelaren van de centrale markt, de landbouwer van de centrale markt. Als het niet lukt in deze 4 weken en we zien van dat het een beetje traag gaat, zijn er andere organisaties benaderd. En dan gaan we samen met die organisaties, met de mensen die komen en die willen verkopen op de zondag, dan gaan we iets geheel maken. Maar het gaat, de zondagmarkt gaat gewoon door hier op de centrale markt. Danai zegt dat alle verkopers van de centrale markt toestemming hebben om op de zondag hun producten te verkopen. Aan het verkopen op de zondag zijn er geen kosten verbonden.